Nou, check. Kom. De 58-jarige Frank Wynn uit Tiendraai werkt als inpakoperator in een frietfabriek. Er heeft twee volwassen kinderen. Van liefde heeft hij zeker zijn portie al gehad, maar heeft er absoluut zijn buik nog niet van vol. Ik hoop eigenlijk wel een lieve, zorgzame vrouw tegen te komen, waar ik gewoon nog een leuke tijd mee kan beleven. Gewoon van grote, heldere ogen. Gewoon normaal postuur, niet te veel gewicht. Ik ben zorgzaam. Ik ben lief en ik heb humor. Ik hou er wel van om dingen samen te doen. Samen een wandeling maken, samen boodschappen doen. Voor mij pad samen een avond op de bank, een keertje uit eten. Ik denk wel dat dat liefde is. Laat maar komen. Ja. Oh. Nou, Pascal komt van ver, Maastricht om precies te zijn. Daar werkt deze 58-jarige vrijgezel als vrijwilliger in een kringloopwinkel. Maar haar eigen liefdesleven is pas echt toe aan het tweede leven. Oh, hallo. Ik ben nu 10 jaar alleen. Het is tot nu toe niet gelukt in de liefde. Ja, ben ik zo moeilijk? Denk het niet. Mijn ideale man is een zorgzame, voornamelijk eerlijke, maar gewoon een lieve man. Die zegt, het komt goed, Pascal. Het komt goed. Ik ben een Bourgondische sociale vrouw. Empathisch, sta altijd voor anderen klaar. Soms te vaak zelfs. Goedemiddag. Hallo. Hallo. Hoi, hoi. Ach, je hebt de hond mee. Ja, ja, ja. Ik heb ook een hond. Hallo, okay. Ik ben Pascal. Franklin. Goeiedag. Franklin. Frank Wynn. Frank Wynn, oké. Okay. Ja. Oh, maar het is wel een lieverd, ja. Kreeg er ook niet uit. Ja, zeker, zeker. Voor mensen is die super lief. Jo. Mag ja. Oh, hoe heet die? Jack. Jack. Oh, lieve meid Diesel. Ja, ik heb wat voor je meegebracht, natuurlijk. Deze om mee te beginnen. Ja. Deze is voor... Oh, asperges, lekker. Ja, 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 die komen bij ons uit de streek. En, ik waar kom je vandaan? Tiendraai. Oh, dat is Corbeil. Waar kom je vandaan? Maastricht. Maastricht. En toch hoor ik meer Brabant. Ja, dat klopt. Ik kom van oorsprong uit Kuik. Ik had wat hapjes meegenomen. Denk. Zo. Wil je iets fris? Of, Ja, doe maar. Ben je nerveus? Valt eigenlijk wel mee. Want ik heb afgelopen nacht nog gewerkt. Oh. En ik moet zeggen, ik heb goed geslapen. Dus, En wat doe je? Ik werk in een frietfabriek. Ach, god. Ja. Yo. Hoe oud ben je eigenlijk? 2 keer de helft. Ik wil vragen. Ja, dat snap ik. Leuk ben maar dat je. Is een flauw grapje. Kort in september word ik 59. Ah. En al lang alleen? Ja, vanaf 2020. 3 jaar. Ik nou 10 jaar gescheiden. Heel onverwachts. Heel onverwachts. Maar ja, en dan de nasleep ervan. Maar ja, we blijven positief. Ik ben wel positief, ja. Ja, nee, maar zou je moeten, anders raad je niet. Ja. Wat vind je eigenlijk van mij? Dat weet ik nog niet. Maar je kunt een eerste indruk. Niet, ik heb het er niet ver. Ja, nou ja, dat heb ik helemaal niet. Want je kan natuurlijk iemand te wel vinden vanwege het uiterlijk, zeg maar. Ja, dat kan. Ja. Ja, dat heb ik nu eigenlijk een beetje afgeschakeld. Ja. Dus, nou, dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Want daarvoor ben ik hier niet. Daarvoor zit ik hier niet 24 uur. We willen even leren kennen, zeg maar. Dus ja, ik heb dat een beetje afgeschakeld en zeg van nou, laat eerst maar eens kijken. Ja, 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 ja. Pascal is een beetje geschrokken van Frank Wynn's antwoord op haar vrij voor de hand liggende vraag. Maar voor de zekerheid checkt ze toch even bij haar vriendin of ze daar misschien niet te veel achter zoekt. Het is leuk, het is gezellig. Maar op een gegeven moment vroeg ik wat vindt ze van mij? En toen zei hij van, ja, dan moeten hier 24 over euvel zien. Oordelen. En oordelen. En dan denk ik, oké. Okay. Ja, en dan trek ik me alweer terug. Ja, dus dat. Ja, de liggers normaal iemand toch pas kennen. Nou, een hele tijd met hem te komen. Ja, zeker. Maar de kind toch wel zeggen van, wie is de binnenkomst, dat vond ik leuk. Of wie is de binnenkomst, dat. Of, Ik zou gewoon even afwachten nog en anders nog wat meer toevragen, zeg maar. Maar goed, ik maak het niet te lang. Ik ga weer neerleggen. Hoi, hoi. Zo'n chef-kok. Jamie Oliver.
Als je wilde maar op de grond. Ah, het witte goud. Ja, inderdaad, het witte goud. Maar bevalt het nu? Bevalt altijd. Ja, nou hoor, dat zeg je zo makkelijk. Dit! Maar dat is toch gezellig, of niet? Het is gezellig, dat klopt. Ja. Maar je had ook iemand kunnen treffen die denkt, wat komt daar binnen? Ja, maar dan moet je er nog gewoon een leuke 24 uur maken. Proberen, ja. Dat klopt. Helemaal. Geef je dit een warme knuffel, zou je dit vaker willen voelen. Nou. Ach god. Nee, als je niet wil, dan doen we het niet. Nou. Nou, en? Ja. Oké. Oké. Ik ben nu. Ja. Jee. Hé, door wie komt een vlammetje nou de tweede keer? Hè? Niet van mij natuurlijk. Ik weet niet wat ik van je moet denken nu en dan. Nee, er zijn er meer die dat hebben. Nee, echt. Ik kan heel veel mensen doorgronden. Ja. Bij jou weet ik het niet. Nee, hè. Van hier naar daar, naar daar, naar daar, naar daar. Ik weet niet wat daar... Ja, er gaat niks in mijn hoofd om. Terwijl je zo... Ben je een amabele man, een gezellige man. Ja, misschien wil ik het wel niet. Weet je. Wat wil je niet? Dat ik doorgrond word. Ja, maar ik wil gewoon relaxed. Ja, maar ik ben ook relaxed. Hallo? Ja, sorry. Niet van een onderwerp. Nee, maar ik moest even... Ja, ik hoorde hem, ik hoorde hem. Dit bedoel ik. Dan ben je serieus aan het praten. Dan ga jij weer met een grapje. Ja, zo ben ik. Dus, ja. Maar je hebt toch wel iets... Als iemand binnenkomt dat je denkt van... Dat zou mijn type kunnen zijn of... Dit bevalt me niet aan haar, of... Het is niet dat jij binnenkwam en dacht van, wow! Vind je het gezellig met mij? Ik vond het gezellig. Vond? Ja. Nu niet meer? Nu na die vragen vind ik een beetje de stemming omgeslagen, ja. Dan denk ik, ja, dan zitten we hier alle twee van niks. Voilà. En nog nagedacht over van alles toen je in bed lag. Ja? Ja. Oh. Ik weet niet wat hij aan het doen is. Maar hij zit gewoon. Dan moeten we het nog over de laatste 24 uur hebben. Ja? Ja, ik zie het niet en jij ook niet, denk nee, ik. Dus, ik ga niet verlengen, absoluut niet. Nee. Ik had me hier veel meer van voorgesteld, dus ik denk gewoon... Het kan gebeuren. Ja. Ja, en... Ja, weet je, we zijn hier toch voor een reden gekomen. Ja, die reden voel ik niet, zeg maar. Ja. Nu praat je tenminste erover. Gisteren was ik echt aan het trekken nu en dan. En ik denk, ja, waarom ben ik hier? Toen wist ik het ook niet, zeg maar. Nee, maar je hoeft het niet te weten, maar je kunt er wel over praten. Ja, oké, ja. Nee. Toch vind ik het geen verloren tijd. Ja. Ik vind het heel erg verloren tijd. Ik vond het erg gezellig, dus. Ik had ook een dagje voor een dam kunnen doen, had ik het ook gezellig gehad. Ja, het zit je hoog, hè? Ja. Ja, dat vind ik dan weer vervelend, maar goed. Spullen even naar boven brengen. Nou, ik zou zeggen, goeiedag. Jij ook. Beste. Doe het rustig aan. Ja, zeker. De winkel is vrij.